In de provincie Groningen zit veel aardgas, diep onder de grond in een poreuze laag. Dat gas wordt er door de NAM uitgehaald, zodat bij ons thuis de kachel lekker kan branden. Hartstikke fijn. Minder fijn is het dat als je gas uit die laag haalt, die laag platter wordt. Net zoals een autoband eigenlijk waar lucht uitloopt. Precies datzelfde gebeurt dus onder de grond. Hoe meer gas er uit die poreuze laag wordt gehaald, hoe platter die wordt. En dat merk je aan het aardoppervlak door bodemdaling. Dat gaat heel geleidelijk. Maar soms voel je een schok. Dan is er een aardbeving. Stel je voor, dit bord is de provincie Groningen. Behoorlijk plat, hè? Alleen is het inmiddels niet meer een plat bord, maar een diep bord geworden. Hoog aan de randen, diep in het midden. Een soepbord. De bodem daalt dus niet overal even snel. In het midden gaat het hardst. Tot wel zo'n 46 centimeter in 2070 in de gemeente Loppersum. Dit is het aardoppervlak, de bodem. En daar binden we even een touwtje aan. Zo. Trekken we nu aan het touwtje, dan daalt de bodem en stroomt het water naar het laagst gelegen punt. En dus staat het water hier hoog en hier staat het laag. Als het water dus niet meer vanzelf naar zee stroomt, staat het water op de plaatsen waar de bodem is gezakt hoger langs de kaden en dijken. En heb je, bij een flinke periode met regen, meer kans op overstroming. En als er dus meer water in een kanaal zit, is er minder hoogte onder een brug en kan je niet meer overal varen. Ook het grondwater komt hoger te staan. Akkers worden dus drassiger en boeren kunnen het land niet meer bewerken en lijden schade. Kortom, het water in dat soepbord moet omlaag. Net zoveel als de bodem is gedaald. Maar omdat dit niet overal evenveel is, moet het stap voor stap, als een trap. Van het ene gemaal, weer een beetje omhoog, naar het volgende gemaal. Op die manier blijft het water in Groningen overal op hetzelfde niveau. Net als voor de bodemdaling. Mooi opgelost. Ja, leuk al die gemalen die samen een trap vormen, maar de boten en vissen dan, die kunnen er nu niet meer langs. Jawel hoor, bij het nieuwe gemaal Uskert en ook bij andere grote gemalen zijn voorzieningen waardoor boten, kano'ers en schaatsers en ja zelfs vissen er gewoon langs kunnen. Oh, mooi zo. Mooi zo. Bodemdaling kunnen we dus afvinken. Is geregeld. Nu de aardbevingen. Het nieuwe gemaal Uskert is aardbevingsbestendig gebouwd. Waar een normaal gebouw, bij wijze van spreken, dit zou kunnen doen en daardoor kapot gaat, worden de nieuwe gemalen veel stijver gebouwd om trillingen te kunnen weerstaan. Maar ook de dijken hebben last van die trillingen. En daarom worden ze, waar nodig, versterkt. Soms met een damwand, soms door de dijk hoger of breder te maken, of soms door een extra dijk aan te leggen. Kortom, ook daaraan wordt gewerkt. En dat moeten wij zeker allemaal betalen van onze belastingcenten dan, hè? Nee, gelukkig niet. Is er een gemaal of sterkere dijk nodig door aardgaswinning, dan vraagt het waterschap de kosten terug bij de NAM. En zo zorgt het waterschap ervoor dat de boel niet in de soep loopt en we in Groningen veilig kunnen leven.